Goedemorgen jongens en meisjes, welkom weer in de aflevering van Amateurvisser.nl. Ik ga vandaag met Jurgen fiederen. Jurgen gaat voor de eerste keer fiederen, jongen. En, ik heb de auto neergezet en daar eens even kijken. Ik heb voer gemaakt gisteren, zal ik daar even laten zien. Ik ga nu de spullen uitlaaien en dan lopen we richting de stek. Eens kijken wat het vandaag gaat brengen. Maar het wordt in ieder geval mooi weer, dat is in ieder geval zeker. Dus let's go! Kijk, Jurgen. Zeg, ik weet ook waarom ik nooit van de kant wil vissen. Ja. Oh, jongen. Ik wist niet eens dat jij nog een feeder had, jongen. Ja? Ja. Nee, ik wist wel dat je een feeder had, want je had je toen met een moergestel bij je, dat weet ik nog. Ja. Ja, dit huisje zit te blowen zeker. Alright. Anderhalve meter van jou af. Oh. Nee, ik ook niet. Ja, ik zet hem even iets verder langs. Hello Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello Mona, I push back the serious healing. The end's unknown, to get back the life I used to know. Zo jongens en meisjes, wij zitten. Jurgen zit hier links van mij met de feeder. Ik zit hier, ik ga ongeveer 20 meter erop liggen denk ik. Korfje eraan, wat vismeelvoer met maispuree er doorheen. Gisteravond nog even gemaakt. Kijken of dat wat oplevert. Waar gisteren goed zat kapers gevangen hier, ook wel redelijk formaat. Dus ik heb een 1800ste lijntje, dus als ze die eraan krijgen wordt het wel even spannend. Maar goed. We zitten en ik ben helemaal klaar voor. Jurgen die had Method Hairrigs gekocht. Dat zijn deze en dat zijn eigenlijk wel fijne. Die zijn van Cresta. Even mijn feeder in de gaten houden ook. Gamakatsu haken. 2200ste, 10 centimeter van de Method feeder. Maar die zit op zo'n dus een plastic dingetje. Kijk, hier zit zo'n palletje. Dat ziet er eigenlijk wel mooi uit. Dan kun je het wel ook nog andere 15 centimeter kun je er ook nog aan doen. Oh, die kost, wat kost 3,75 bij Van Vrede Hengelsport. Er zit een grote onder, jongen. Er zit een mega grote onder. Serieus, jongen. Och, toch. Kijk eens, er zit een mega grote onder. Hier ligt hij, hier ligt nog eentje. Kijk. Oh, jongen. Hier ligt hij, hier in de kant. Ja, ik zie hem. Kijk eens, dat is een kleintje. Een kleintje, ja. Daar lig ik kei dik in onder, jongen. Je lag zo'n bak om. Ja? Ja, serieus. Ik heb hem gezien. Oh. Dan zit hier te vissen en ik kom in één keer, zie ik hier wat korkjes in het water, een klein snoekje. En op een gegeven moment, weet je ook, roepen, oh, hij zit een dikke snoek, jongen. Echt een meter was die wel, hè? Ja, een dikke meter. Snoek langs de kant met een paar kleine mannetjes erbij. Die lagen daar even lekker te... Lekker te vozen daar. Maar dat was wel echt een dik snoek. Wow. Qua aanbeet is het nog wat minder. Qua witvis, ja, wat tikjes op de maai. Soms wat op de maai. Ik heb er nu een dikke boilie aan gedaan. Een beetje aan het proberen waar ze zin in hebben. En ik heb een voerstekje gemaakt. Hier een paar meter uit de kant. Kan ik nog af en toe een beetje afwisselen dadelijk. Maar we moeten nog even loskomen. Maar ja, oh, wat? Is hij weer? Dikke snoek? Ja, ik ben terug.
Komt hij mijn kant op? Wit. Snoek komt mijn kant op. Albino. Albino snoek. Hij is weer cagefighting hier. Die meerkoeten. Kijk, hebben allemaal de vleugels omhoog. Die zijn pest, jongen. Die zijn altijd aan het vechten of, of takjes aan het verzamelen. Een van die twee. En dadelijk barst het uit. Kijk, op de ga je. Hoppa. Jongen, die op. Kijk, kijk, kijk. 1, 2. Ik had er een boilie aan hangen. Een witte kokosboilie deze. Maar daar heb ik nog geen tikje op gehad. Dus ik ga er nu weer een combinatie aan doen van mais en misschien wat maaien. Dus even kijken. Dus een maiskorrel eraan doen. Op de speedstop. Op. En dan hier maaikjes aan doen. Het is wel een weerhaakloze haak, maar die maaien blijven toch wel zitten. Zo, één maai en één mais. En wat voerderen. Jepla. Zo. Drie maaien op de her. Haha, dat werd tijd hè jongen. Hij ligt nog niet aan het gebied komen. Na 3 uur. En het plat hè. Ja, het wel. Maar ja goed, beter dan niks. Godverdorie. Ja, misschien komen ze er nu toch op de stek hè. Inderdaad. Ze moeten toch een keer komen hè. Eerst is binnen Tom. Oh, van de nul af. Op de feeder. Jurgen op de feeder, jongen. Dit zijn zeldzame beelden, jongen. Ja. Is dat een plat? Is dat wel een plat? Is dat geen plat? Ik denk dat het platten is. Blijft wel diep. Ja, wel, hè. Nu moet ik gaan staan. Jammer voor een kapertje doet hij weinig. Ja, dan gaan we onder de kant. Oh. Dat is een kapertje. Ja, dat is een spiegel. Zie je? Ja, een spiegel. Mooi spiegel. Spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de kant. Ja. Hij sprint gewoon door het net, hè? Daar weet je. Mooi, hè? Mooi spiegeltje. Hij gaat los. Hij gaat los. Mooi, man. Mooi, hè? Ja. Ik vind het net en dan terug, dan kan ik erbij. Even kijken. 3 maaien. Ja, mooie vis. Super. Even voor de camera laten zien. Ja, mooi vis. Ja, mooi man. Prachtig. Ja, ja, ja. Kom terug. Zo jongens, ik heb er ook even een method feeder aangeknoopt. Jurgen die vis nu met maaien op de method feeder. Ik heb er toch nog een stukje mais aan, maar wel een paar maanden op de haak. En ik heb mijn voer even wat natter gemaakt. En ik hoop dat, anders blijft het niet plakken op de method, het was een beetje droog. Dus ik hoop nu dat, dat ik wat aanbeten krijg, dus even kijken. Maar in de tussentijd dat ik de method feeder eraan was geknopen, had Jurgen al 3 vissen eraan. Dus het ziet er toch naar uit dat ze langzaam op de stek komen, dus dat is wel mooi. Ga je er nou weer in, jongen? Ja, ik kreeg heel veel tikjes en toen heb ik hem 2 slagen gegeven. Ja? Met op een beetje op, kort erbij getrokken aan een pakje. Ja. Maar ik voel wat het is, dit. Ik voel het als een... Voelt als een brasem. Ja, dat wel, maar hij tikt best wel. Maar als hij niet boven komt, dan is het 9 van de 10 keer echt een kapertje. Brasem. Nou. Jawel, wel. Goeie platten. Goeie platten. Nou, je hebt ze toch echt op de stek, hè, jongen.
Jurgen vangt aan de maïs, aan de maaien, alles. En ik krijg geen enkele beet. Ik ga er nu een pellet aan doen. Een platte, jongen. Ja, de plat. Nou. Nou. Ja. Nee. Nee, nee. Dat is geen platte. Die gaat pas naar de kant hier. Kom wel tegen, die duikt wel heel snel onder. Maar dat is zo'n kleine torpedo, jongen. Niet normaal, hè? Ja. Hey, ja, goed, man. Hoppakee. Ha! Kijk, die gaat gewoon door, hè? Ik was net van mijn stoel af, hè? Ik was even voeren. Ja, voeren nat maken. Maar weet je nou wat gebeurd is? Kijk eens. Oh, jongen, zeker natte voer. Met vier bijna van mijn steun afgetrokken ben. Moet je er wat bij gooien dadelijk? Ja. Je mag mijn voer wel hebben ook. Ik wil eens proberen een beetje dadelijk. Oh, mooi kleintje. Mooi punt gaf spiegel. Ja, ja. Ja, heel mooi. Hij gaat los. Nee, hij hangt in zijn lip. In je lip, kijk je hier. Even kijken. Mooi, hè. Kijk. Je is net als een baas, hè. Ja, kun je hem in de bek pakken. Mooi, hè. Hou hem eens een beetje omhoog. Ja. Even uit de schaduw. Ja, ik spreek. Ja, zo ja. Mooi visje. Ja, mooi. Prachtig. Ja. Ja. Goed, man. Mooi kleintje. Nou, jongens, Jurgen is helemaal de moederenvissen hier. Hier, amateurvisser. Hij heeft op de stek zitten. Ik kreeg constant beet. En ik heb ook geprobeerd maaien eraan te doen, maar deed hij helemaal niks. En ik heb maaistraan gehad, deed hij ook niks. Jurgen doet het op de maden wel en op de maïs wel. En, ik heb er nu een pellet aan. Verwacht ik dat het ook niet zoveel uitmaakt, maar ja, we moeten het proberen. Ik heb wat goo erop gesmeerd. En kijken of dat helpt. Halibut Haze Goo. Ik heb een aantal smaken goo. Ik zal het even laten zien. Ik heb een aantal smaken. Ik heb deze Corn Twist. Garlic Supreme, ook altijd goed. Knoflook. En Halibut Haze. Die heb ik er nu aan met een Halibut Pellet. Ja, we gaan even kijken of ze daar iets op willen doen. Nou, begint hij. Ja. Zeg, als die lijn dadelijk recht naar beneden gaat, dan heb je... Ja, hij was al bovenin, ik heb hem al gezien. Dan. Oh. Maar ik denk toch dat dit een spiegel is, Tom. Ja. Hij blijft diep, hè. Ja, dat is een spiegeltje. Hey. Hey. Ik mag de kolken. Mm. Je kunt het dan zien, hè? Ja. Nog een hele flauwe aanbeet, maar. Een maatje groter als net, denk ik. Ja. Is dit nou? Ja, mooi, man. Een maatje groter, hè? Ja. Oh, een beetje zouder. Sterke vis. Ja. Sterk zijn die, hè? Ja. Kleine torpedo's. Ze hebben een hele mooie vis. Ja. Oké. Okay. Lekker. Dat is iets zwaarder deze. Netjes. Ja. Mooie, dikke, hoge knijters. Mooi knolletje, hè? Jazeker. Ja, dadelijk vang ik de ene naar de andere. Ik doe er weer maïs aan en een maai. Maar dan doe ik het voer van Jurgen eraan, staat hieronder. Die heeft iets ander voer. Ik heb vismeel. En hij heeft Green Hemp. F1 Sweet Green Hemp van Sony Bates. Kijken of dat het verschil maakt. Moeten we het proberen. Ik denk zelf dat ze gewoon wat dichter langs de kant zitten, maar dat moeten we even kijken. Je kunt voeren in ieder geval uitsluiten eventueel. Even kijken. Hopla. Ja.
Ja, precies, ja. Ja. Zo. Eindelijk amateurvisser het vis. 3 maaien eraan gedaan. Waar toch de maaien. En de platte, helaas, maar ik heb niet geblankt, jongen. Oh, dat werd tijd. Ik weet niet eens meer hoe een vis eruit ziet, jongen. Hoppa. Hoppakee. Zo. Kijk hier liggen. Zo'n kapertje, denk ik. Die ging, hij schoof gewoon door mijn steun. Hij schoof achter de kant schoof hij er vanaf. Ja, kijk, zo'n kleine weer. Mooi man. Kleine torpedo. Ja, hè. Dat bedoel ik. Hoppakee. Oh, rustig. Oh, is al los. Hoppakee, mooi visje. Weer een kleine knol. De eerste knol voor vandaag voor mij, jongen. Hoppatee. Zwem maar weer het water in. Zat ik weer aan het kut Facebook te kijken. Hè? Zo jongens, ik heb net mijn eerste knolletje gevangen van vandaag. Ik had niet in de gaten, ik zat weer op Facebook te kutten. En in één keer schiet mijn hengel hier achter van de steun af, schiet hij helemaal naar voren. Dus dat kon maar één ding zijn. Een knolletje. Dus mooi, 2 vissen, 1 brasem, 1 knol. In een spielkapertje. En Jurgen is er nu een grote haak aan het maken. Die zat zich net kapot te erger, had ik eigenlijk moeten filmen. En... hij had hem eraan, met een grote haak, met een dikke boilie op karpervissen. En ik vis nu met kleine matchline boilies. Pineapple smaak. Kreeg net die aanbied op, keiharde aanbied. Dus ja, misschien dat ik hoop dat het einde van de dag beter is dan het begin van de dag, maar het zou zomaar kunnen. Ik heb van de week 2 snoek hier. Niks mee. Je hebt zelf wat gezet hier. Die rijdt ook heel de dag rond. Heel de dag. Moet je gewoon thuis blijven en in België blijven. Je maakt helemaal die grens niet over. Wat is het om of niet? Nee. Spiegeltje weg. Welke boilie gaat er nou aan? Die kleine. Zo'n ananasboilie. Had ik de vorige ook op, geloof ik. Die gaan als een torpedo, die beest. Ja. Dan moeten we haar niet opgeven, hij is naar de brok. Mooi visje.
Hoe gaat hij weer? Jurgen is door zijn stoel. Ja, even filmen, want Jurgen is door zijn stoel gegaan hier. Kun je op de emmer zitten? Kun je op de emmer zitten? Ik flikker net daar, zodat ik mijn stoel heen. Ja, een beetje grof vuil gezet. Hij kraakte vanmorgen al een beetje dat ik dacht van die gaat er doorheen hoor. Dan weer op die boilie, hè? Rustig aan Tom, dat is een goeie. Hij is dikker dan die andere die ik traan had. 18 denk ik dat hij heeft. Hè? Hoeveel honderd kleiner heb je? 18. 22. Dit is de rennenlijn. Die is groter en strak. Voelt wel, maar je kunt je vergissen aan die kleintjes, jongen. Sterk, hè? Soms gaan die echt als een torpedo. Dat zeker, ja. Ja, dat is wel boog. Ik heb een heftig vieren. Van 4,5 meter weg op de wal. Ik heb een kleintje toch? Ja, maar daar kun je niks van zeggen, hè? Dat is echt sport in de vaalstak, zo'n ding. Ja. Kijk eens wat je eruit peert. Sterk. Hij heeft hem toch echt in zijn bek gehaakt. Ik dacht misschien hangt hij in zijn vin of zo, maar. Ja. Nou jongens, het leefde net even op. Twee mooie spiegeltjes gevangen en twee lossers helaas. Ja, dat is een beetje, misschien een slip wat te strak staan of zo. Maar even kijken, Jurgen mist er net eentje. Maar ja, we hebben wel wat actie gehad. Maar het is wel een taaie dag vandaag, toch wel hoor. Maar misschien dat ze dadelijk nog losgaan, dat zou kunnen. Daar heb ik eigenlijk wel een beetje hoop op. Eens even kijken. Maar ja, we hebben niks te klagen. Het is echt super lekker weer. Nou, Jurgen die grijpt nu naar de hengel. Nee, hij mist hem. Ja. Dus, soms zijn de aanbeten echt zo voorzichtig. Echt bizar voorzichtig. En dan klint ze een tikje slaan wel. Dan sla je natuurlijk ook wel vaak mis. Maar soms heb je ze dan ook, dus we zullen zien. Heb je nog beet? Nee. Zzz. Ja, deze wel, ja. Speciale majesteit. Ja. Een schup, ja. Oh, schiet los in het net. Zo jongens, het was weer een lekker dagje fiederen. Heerlijk. Ik heb het wel gemist, moet ik zeggen. Ik ben blij dat ik nu weer ook wat witvis kan doen. Al blijft roofvis natuurlijk ook hartstikke leuk. Sommige mensen zeggen van ja, je moet je kanaal alleen maar roofvis doen, want dat vinden de meeste mensen leuk. Ja, maar ik vind feeder ook leuk, dus we worden een feeder kanaal en een roofvis kanaal. Anyway, eens even kijken naar de laatste video's. De laatste video, het commentaar. Dat was de Feeder Friday waar Jurgen met de vaste stok ging en ik met de feeder. En Sven de Man zegt, eindelijk weer een Feeder Friday. Ja, dat hoor ik heel veel. Koen van Dreumel, mooi man dat feeder. Ik ga dit weekend voor het eerst dit jaar weer feederen. Wedstrijd is jammer genoeg afgelast. Dan maar geen wedstrijd, maar wel vissen. Zo is het. Keep on fishing, hè. Even kijken. Stefan Tummers zegt, ik ben ook opgegroeid met een vaste stok, maar inmiddels allround, snoeken, feeder, et cetera. Feederen op zeel vind ik nog het leukste eigenlijk. Vind ik eigenlijk ook wel, ja. Dat is gaaf. Vanaf maandag verplicht thuis, dus ga ik ook deze week eens proberen. Ja. Elk nadeel heeft mijn voordeel. De Nekerkse trainspotter zegt, zelf vind ik de winkelpikker leuker om te vissen. Hoe krom die hengel gaat, vis door de slip heen. En dan nog het moment dat je top ineens heel krom ziet gaan.
Ook vang je dan mijn mening meer karpen op de feederhengel. Ja, dat zou kunnen. Ja. Raymond Remer zegt, leuke video. Ik ben benieuwd, jouw YouTube kanaal gaat best hard. Stel je voor, als je nog harder gaat, jouw kanaal, en je kan ervan leven, dan zou je jouw werk opzeggen en alleen maar op je YouTube kanaal focussen. Je video's worden alleen maar mooier en beter. Goed, Remy. Hey, dankjewel, jongen. Dankjewel. Ja, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb heel veel mensen die zeggen van, oh ja, je verdient er alleen maar geld mee met die vissen. En als ik met Jurgen en vissen zeg, ja, jullie maken allemaal reclame voor Patriot. En dan betalen jullie de boot van. Ik zal je eerlijk vertellen, ik verdien met YouTube nu misschien 100 euro in de maand. En aan cameraapparatuur en visspullen en weet ik wat, ben ik zeker 500 euro in de maand kwijt. Echt waar. Echt waar. Minimaal. Alles bij elkaar tel. Want nu in april komt de Fuji X-T4 uit. Die wil ik natuurlijk wel hebben. En ik heb elke GoPro gekocht die er te krijgen valt. Maar die dingen die zijn onbetrouwbaar. Dus ik heb er nu ook eentje gekocht. Ik denk dat ik hem terug ga sturen. Ik heb Sony camera's gekocht, ik heb hengels gekocht, Drennen koop ik allemaal zelf. Ja, dan verdien je misschien dan, kreeg die 80 tot 100 euro in de maand van YouTube. Ja. Dat is dan, leuk en aardig, maar daar doe ik niet voor. En ik word wel gesponsord, ja, in ieder geval door Patriot met de roofvissen. Wij krijgen de hengels en de kunstdaas goedkoper, zeg maar. Dus ja. Daar word je ook niet rijk van. Maar dat doe ik ook omdat ik achter dat merk sta, weet je wel. Ik had al hengels van Patriot gekocht voordat ik überhaupt zei van wil je sponsoren. En als er rugmateriaal is, dan zeg ik dat ook. Hè. Want ja, als iets niet bevalt, dan zeg ik ook tegen heel cool. Hey, jongen, deze Patriot dingen, dat werkt echt niet. En dan passen ze het weer aan, weet je wel. Dan wordt het weer allemaal beter. Hè. Dus, maar ja, Patriot is wel een merk waar ik achter sta. En als ik dan een paar hengeltjes voor niks krijg, that's it. Maar de boot van betalen. Ik denk dat je wel een miljoen subscribers moet hebben voordat je kunt stoppen met werken, man. Ik geef er echt heel veel geld aan uit. Maar geld moet rollen. Hè? Dadelijk dan. Mooi, ik krijg corona, ben ik dood en dan kan ik nooit meer vissen. Dus. Anyway, dat was een heel lang verhaal over. Sponsoring en dat soort dingen, maar ik was ook gevraagd door een hele grote Nederlandse hengelsport winkel. Ik denk wel de grootste van Nederland. Die wilde mij ook sponsoren, maar dan moest ik met een bepaald merk gaan vissen. En dan zou ik normaal echt nooit meer vissen, dus ja, dat ga ik niet doen. Ik ben niet gek. Dus. Anyway, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En, keep on fishing. Five in the morning, can't get no sleep. My thoughts keep spinning, can't push through.